de voetbalploeg van het jaar in de Eredivisie. Ja, daar hoeven we natuurlijk niet lang over te hebben. Nee, dat is natuurlijk Ajax, ja. Jongen, jongen, wat hebben we daarvan genoten het afgelopen jaar? Van dat Ajax. Die gooide af en toe gewoon die poorten van die voetbalhemel open. En dan was het gewoon smullen, smullen en genieten geblazen. Oh, Ajax. Ziyech. Die Tadic. Die Neres. Al die prachtige bewegingen die we gezien hebben. Van de Beek. En die Martinez. En noem het allemaal maar op. Oh, Nana aan je, jongens, jongens. Dat Ajax. Ja, het was gewoon super. En dan vergeet ik nog even Ten Hag te noemen. Ja, want die heeft het natuurlijk allemaal mogelijk gemaakt. Die heeft al die automatismen en alles erin gebracht. Dankzij hem zien we al dat prachtige voetbal. Ik weet nog goed, ik zag de eerste helft van FC Utrecht. Ajax FC Utrecht. Nou, toen stonden die poorten naar de voetbalhemel. Die stonden wagenwijd open. Toen was het werkelijk kwijlen geblazen. Elke liefhebber heeft toen zo'n smile op zijn hoofd gehad. Want Ajax voetbalde goddelijk gewoon. En toen pakte ik ook gelijk mijn camera. Ik rende naar buiten om dat iedereen te laten weten. Ach. Jongen. Ik zit net naar die derde goal te kijken van Ajax. Dat is toch werkelijk. Dat is toch ver voorbij smullen. Dat is een hele andere categorie. Dat is toch paradijselijk voetbal wat het Ajax hier laat zien. Jongen, wat een genieten zeg. Wat helemaal te gek. Ik zet die ding even neer. Ik zet hem even neer hoor. Doe ik even deze. Even voor Ajax hoor. Even een zwaar applausje. Ongelooflijk. En dat is Utrecht, hè? Dat is gewoon de vierde ploeg uit Nederland. En die worden. En iedereen die zaten toen voornamelijk dat Feyenoord het weggespeeld. Dit Utrecht wordt ook volkomen weggespeeld door het Ajax. Zorgelijk dat wel voor de Eredivisie, maar dat Ajax. Jongens, het maakt niet uit wat er verder nog gebeurt in deze wedstrijd. Wat een voetbal. En daar heb ik het niet bij gelaten. Nee, want ik moest en ik zou iedereen laten weten hoe ik over Ajax dacht. En toen heb ik dus rond Sinterklaas nog even een paar regeltjes over Ajax opgeschreven. Jullie zijn ware liefhebbers van het spel. En daarom dit welgemeend dankjewel. De soepele combinaties zijn fenomenaal. Ja, en ze voelen als muziek, zuiver instrumentaal. De ene keer is het de magistrale fluwelen pas. De andere keer weer de ritmische tikjes via de as. Soms is het een listig hakje of een perfecte steekbal. Jullie spelen bijna iets anders dan voetbal. Altijd veroveren jullie de bal. Keer op keer. Onder het motto. En ze hebben hem weer. Tegenstanders zijn in de war. Jullie spelen ze helemaal zoek. Van Turijn tot Madrid. Tot Hoensbroek. De spelers met het talent. En Ten Hag die alles overziet. We kunnen niet genoeg zeggen. Dankjewel. Ajax. Omdat iedereen zo geniet. Niemand van ons die deze periode ooit vergeet. Want jullie Ajax spelen voetbal van een andere planeet.